De schijnpaas. Een nieuwe truc in FIFA 16 die wat weg heeft van een schijnschot. In uitvoering lijkt hij daar ook heel erg op, maar hij ziet er meer uit als een sleep. En die heb je in de eerste aflevering van Tips & Tricks in Koning FIFA laten zien. De schijnpaas is niet een truc die ik 10 keer per wedstrijd doe. Niet een truc waarmee je heel effectief mannetjes kunt passeren. Maar het is wel eentje als je voor staat, waarmee je heel erg makkelijk spelers heel pijnlijk het bos in kunt sturen. Om de schijnpaas uit te voeren gebruik je een schijnschot, rondje en kruisje, plus de R2-knop. Op de Xbox zijn dit B, A en de RT-knop. De schijnpaas, niet iedere speler in het spel kan hem. Maar ja, zoals je ziet, het is een gruwelijke truc. Heel erg vet. En ik vind hem vooral mooi als je hem op randje 16 doet. Dat je je tegenstander rechts het bos in stuurt en vervolgens links de 16 in gaat. Ja, als je hem ook nog met een schot in de kruising afsluit, dan is het feest natuurlijk helemaal compleet. Dat was de schijnpaas. Een heel vet trucje als je het mij vraagt. Vond jij hem nou ook leuk? Vond je hem vet? Laat het even weten. Geef hem een like en laat weten wat je ervan vond in de comments. En natuurlijk het allerbelangrijkste. Abonneer je op dit kanaal, zodat je niks mist van al deze tips en tricks en van battles tegen profvoetballers. Tot de volgende keer bij Koning FIFA.